In de Pastoor Maastraat in Mil is men volop bezig met de voorbereidingen voor het realiseren van een nieuw zorgcentrum. Voor de fundering worden er momenteel 180 palen geboord. De meeste boorpalen gaan 17 meter diep en er wordt zo'n 3,8 kuub beton ingestort. Het nieuwe gebouw wordt in fases gebouwd op de huidige locatie van zorgcentrum Aldenhorst. In het zorgcentrum komen 10 woongroepen voor een totaal 100 mensen met een zware zorgvraag. In het gebouw worden de nieuwste inzichten en technieken verwerkt ten gunste van leef- en werkomgeving van bewoners en medewerkers.